Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legends Arceus. Met Sandring van Gaming SB. Hallo. Sandring van Gaming SB, ik heb even een vraag aan jou. Draag jij op dit moment jouw Shine Sprites trui? Nee. Dat is een beetje jammer. Ik wel. Want? Nou, waarom is winning is winning. Oh, echt? Oh, shit, nu voel ik me wel sad. Even kijken, had ik nog. Misschien dat ik deze. Hoeveel krijg je van zo'n S-candy? Weet je dat? Niet heel veel. Zeker op dit level niet, zeg maar. Oké, ik heb samen wat geleveld up. En die andere heb ik dan niet genoeg candies voor. Ik heb misschien wel. Ik kan nog even heel gauw. Ja, dan kan ik haast beter gauw Pokémon's verslaan of vangen. Trouwens, dat is sneller, haast. Kabooming. Kabooming. Oké. Wow, hij heeft me gezien. Dat mag. Dan is hij niet blending. Nee, dan is hij geen voetballer. Ja, dat grapje moet jij kunnen waarderen als voetbalmaster, man. Ja, ik ben niet zo fan van blind, maar... Oh. Maar vooruit. Ja. Ik weet alleen dat dat een voetballer is, meer weet ik ook niet. Oh. Misschien dat hij ooit een keer... Hij zal vast ooit een keer bij de WK gespeeld hebben, want anders zou ik hem niet kennen, denk ik. Nou, dat klopt wel. Ja, zie... Zie, ik zei het toch? Ja, oké. You do being so slimpy? Volgens mij wel. Oké. Ja, ga ik deze verslaan? Nee. Nee. Hoezo niet? Hoezo versla je die niet? Ja, omdat het maar een Luxio is. Dan kan ik beter straks die Alpha Man Mail. Hé, hey, is een Luxray. Alpha Man van level 54. Nou, eigenlijk wou ik zeggen Electrofire. Weet je wat ik dus gek vind? Dat het geen Fire-type is? Ja. Wow, hoe weet je dat? Hoe gaat je dat? Omdat ik jou ken. Ja, nee, dat is waar. En ik snap jouw humoring. Ik zie het wel heel erg. Zo, dat is beter. The color of the... Dingetje ding was niet juist. If you call me on my cell phone. Ja. Dat kan. Zeker. Toekan kan ook. Oh, dat is zo'n Pokémon, toch? Dat is ook een Toekan Pokémon, ja. Zo'n kanon. Hoezo is een Alpha Elekid hier ook? Level 69? Wow. Als ik deze nu vang, heb ik gewonnen, toch? Dan gaan we door naar de volgende game, toch? Ja, dat is wel hoe dat werkt. Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik. En nu moet ik wel healen, want daardoor ben ik dood. Ik denk Elekid, easy kill. Nou, dat dacht die Elekid ook van mij. Dat dacht die Elekid eerder van mij dan ik van hem. Vrees ik nu. You have to call me on the cell phone. Oh, moet ik dat doen? Nee, dat doe ik niet. Ik was wel bel te goed, dus even niet. Dan heb je bel te goed, want je bel te goed. Wel goed. Hey, er is ook een Electrifier. Wist je dus dat die Electrifier... Geen Fire-type is? Geen Fire-type is, terwijl die wel Fire heet. What the work. Maar hij heet ook Electro. Ja, maar... Wat? Hij heet toch Electrifier? This is a stone portal. I've been told not to let anyone pass. Kutzooi. Wat moet ik doen dan? Oh. You do being a losering? Nou, nog niet. Nog niet. Wel bijna. Als ik nou... Ik ging er zo vanuit dat ik naar boven moest. Naar die Mount Cornetto. En toen moest dat niet. Dus ja, dat was wel kinda loser boy. Nee. Het had loser boy er gekund. Inderdaad. En daar doen we het voor. Magische poedering. Nou, zo ziet het er wel uit. Rode magische poeder.
account. Boudering. Magic Boudering. Dat is Engels. Je moet je neus gaan boudering. Ja? Hoezo? Magic Boudering. Neus Boudering. Het is allemaal hetzelfde. Dat weet ik niet. Oh, hier heb je die bandieten, joh, gek. Ze zijn wel gek, ja. Dat had ik juist. Ja, je bent wel zo slimpie. Ja, maar... In plaats van... Yo, we gaan dit stelen en we gaan er 5 jaar over praten dat we hem gaan stelen. In plaats van daadwerkelijk stelen. We hadden ze beter gewoon kunnen stelen. Ja. Oké, we gaan nu eindelijk battelen. Nou, dat heeft 5 jaar geduurd. Nou, dat is niet waar, want ze zitten nog niet 5 jaar in de opname. Right on, eh? Right on the nuts. Oh. Nee, dank je. No, dat is 61. Dat is niet. Gozer. 62. Ook niet 69, trouwens. Hè. Nee, want anders had je gewonnen. Ah. And you don't be doing winning. Ja, psycho kut dan maar. Oh, dat... Ja, dat... Nou, de naam klopt in ieder geval. Het was inderdaad kut. Hoeveel damage En je deed. Bent ook een psycho. Au. Was toch maar een grapje in. Nee, oké, dan is het goed in. Ding, boos worden. Nee, niet switchen. Oh, dat was niet boos naar jou, hoor. Dat was gewoon boos naar de game. Crit? Oh, nee. Ah, wacht, ik weet al wat ik... Oh, wat dom. Oké. Dat was niet slim. Dat is wel wat dom betekent, joh. Is wel niet... Ja, oké. We zitten op één zo'n lijntje. Oh, wacht, deze guy heeft daarna een Gengar. Daar had ik op berekend kunnen zijn. Kan gebeuren. Was ik niet. Boeien. Breaking Inked. Weet je dat zo'n Engels leenwoord is? Ja, dat wist ik. Ik ben zo slimpie. Shadow Ball. Oh ja, Poison heeft natuurlijk geen effect op mij. Dus vandaar dat hij die niet doet. Alleen ik heb ook tegen alles not very effective. Ga ik Rose Rage Sack of... Nee. Ik ga naar Honchkrow, denk ik, want die heeft de meeste levels nog nodig. Ja, dat is slim. Dat is slim, denk ik. Shadow Ball, hoeveel doet dat? Hoop ik dat hij niet weer 2 keer mag. Oké, dat is fijn. Night Slash, Dark Pulse. Kun je ook... Ik moet eventjes check summary. Zijn attack is hoger. Dus dan kan ik beter Night Slashing doen. Okay, slashing on dat. The night. 1-hit KO. Oh, het was ook een crit. Maar alsnog, 1-hit KO. Lekker, baby. Ja. Oké, Rose Raid level 51. In plaats van level 50. Dat is chill. Moet ik ze niet eens alle 3 verslaan? Dat had ik wel verwacht eigenlijk. Moest alleen die middelste bitch verslaan. Yo, en dat bitch? Ja, maar dit is ook echt een bitch. Oh ja, dat was ook zo. Nou. Dat is van dat Taking Talking'tje. Ja. Daar refereerde ik ook naar. Dat dacht ik al. Origin Ore. Mine hem dan. Origin Ore in de muur. Pak gauw, want die zijn duur. Die zijn niet goedkoop. Gebruik het voor nieuwe gear. Want dan ben je niet meer scare. Zo, dat werkt. Dat is wel, dat werkt. Report to Leventon. Oh, dat werkt niet zoals groot. Oké, nou, dat maakt niet uit. Wacht,
Ik kan gewoon... Ja, nu niet meer. Ik kon. Als ik niet gezien was, kon ik gewoon flying. Waarom deed je dat dan? Fast travel. Werd wel zeker gezien. Ja, ik werd gezien. Dan waren hun ook niet. The moment when you werd gezien in. Gezien in? Ja. Dat zijn. Ken je dat? Het Engels voor gezien. Ja. Toevallig, hoe wist je dat? Een slimpie. Ja, oké, dat had ik ook wel kunnen weten. Dat jij zo simpie was trouwens. Ik ga veel revives nodig hebben. Hyper potions, ja, doe die ook. Denk ik. You have to call me on my cell phone. Echt? Moet dat? Nee, dat hoeft niet. Oh. Oké, okay, healing items heb ik. Nou, ik heb echt het gevoel, als die bitches al level 61 zijn, dan ga ik echt met foto's straks echt veel moeite krijgen. Maar... Dan denk ik ook dat het wel een dingetje wordt. Oh, we moeten eerst nog back to Jubilife. Oké, ik denk elke keer dat je de origin vorm ga zien en dan elke keer, nope. Nope, never mind. Never puzzle and mine him. Never puzzle and mine him. Dat is wel veel. Ja, niet alleen puzzle en ook niet alleen mine him. Maar puzzle and mine him. Dat is neutraal. Ja. Wat doet deze man? Heeft hij koppijn? Boeit me niet. Ik wil gewoon de game uitspelen. Ook als deze guy geen koppijn heeft. Ook als hij het wel heeft. Ja. Dan moet gewoon zijn koppingpijn dicht houden. Koppingpijning is niet voor ons weggelegd. Precies, hè. Origin Ball. Heel ziek. Heel ziek. Oh, daar moest ik die Origin oor. Oké. Okay. Zo. Nou. Temple of Sinnoh once more. Hoe kom ik aan Jubilife Muffin? Current location, dat is niet mijn current location, gek. Nou, maakt niet uit. Hoe kom ik aan een Jubilife Muffin? Weet ik. Full in the Jubilife. Oké, ik ga verder naar die candy shop. Een bal niet. Toch nog 6 van. Zo. Dat is niet 7. Dat is, nee, dat klopt. Maar was ik ook op bedacht hoor, dat het niet 7 is. Oh, gelukkig maar. Je bent toch wel een beetje een slimpie. Oh, een beetje. Nee, je bent super slimpie. Shit. Sharing. Had ik maar 7. Oké, bom. Ik ga gewoon allemaal geld vergokken. Of niet vergokken, maar verkopen. You do be in gokking? Ook niet verkopen. Gaat goed dan? Ja. Ja, op zich. Wel hoor. Niet te verwarren met rel hoor. Nee, boy joh. Die dacht er ook aan. Nu zitten we ook wel op zo'n lijn. We zitten op één lijn. Als je een lijn hebt, dan... Zitten wij erop. Ja. Met onze kant. Wel hoe zitten werkt. Ja, dat is zeker hoe zitten werkt. Yo, check die Palkia. Heel ziek. Oh, dat komt natuurlijk omdat ik niet zoveel Pokémon
in de dinges heb. Normaal is het natuurlijk altijd een selectie van heel weinig Pokémon. Maar ik heb heel weinig Pokémon. Dus de kans dat Palkia geshowd wordt is best hoog. Aha. Moet ik die niet straks ook meenemen? Dat weet ik eigenlijk niet of dat moet. Als dat zo is, dan heb ik de Nuzlocke verloren. Of de challenge. Aha, mijn plan komt eruit. Nee. No. Hoe durf ik, hè? Ja, hoe durf ik. Hoe durf je? Vertel het eens. Nou, best wel makkelijk. Gewoon doen. Just do it. Ja, ik heb allemaal... Ik heb allemaal niet die ik wil. Je hebt ja van die IV's en je hebt er één voor 0 tot 3, zeg maar. Mm-hmm. Nou, en die heb ik dus niet. Dus ik zit er nu zo van, ja. Dat is niet helemaal wat ik wil. Maar, even kijken. Punchcrow. Oh ja, dat had ik gedaan. Oké. Okay. Kijken. We gaan weer strategieën. Oké, deze heeft AP en Zekiord over. Special attack en special defense is goed. Zou ik AP nog kunnen geven, maar boeien. Elke Sam special attack, ja dat is slim. Zou special defense nog kunnen doen bij hem. Gengar. Ja. Jouw defense is super special. Dank je. Think lief, think cute. Ik ben ook best cute. Dat weet ik. Dan wou ik bij... Oh ja, bij Alakazam zeker. Ja, bij Alakazam wil ik nog special defense erbij doen. Use Alakazam special defense. En dit wordt hem dan. Let's go. Go Zandering. Nu staat hier weer zo'n vrouw. Zo'n zwarte. Oh, nee, zo bedoel ik dat niet. Ik bedoelde met zwarte kleding. Die met dat witte haar. Oh, Zandering, hoe doe ik? Ik heb mezelf gecanceld. Ja. Yeah. Oh. Wat zei ze? Mag ik nou niet door? Waarom mag je niet door? Ik weet niet. Nou, take Palkia, oké. Okay. Ik moet Palkia taken. Dat dacht ik al. Ja, dat was jouw berekening. Oh, maar wie moet ik dan weg doen? Die ene. Want ik mag deze natuurlijk officieel niet gebruiken. Frick. Ja, Gengar is het laatste level. Maar zijn stats zijn meer geüpgrade dan Roserade. Last again? Dat is wel last again. Ik ga deze ook trouwens releasen. Ga ik toch niet gebruiken. Oké. Jingling. Ga ik waarschijnlijk ook niet gebruiken. Ga ik die releasen? Nee. Oké. A grid of dust. Oké. Kijken. Is dat de goede? Nee. Oh, jawel. Oh, maar dat is Gengar. Ja. Gewoon special attack. Gengar. Ja, jammer dat het er maar één was. Maar goed. Oké. Okay. Jawel. Alles is... Kijk, als ik meer heb, mooi meegenomen. En als ik minder zou hebben, zou ik minder blij zijn. Maar ik had liever 3 gehad, want dan had ik zijn special
Attack nog meer omhoog kunnen floepen. Ken je dat? Omhoog floepen? Flooping. Dat is zo. Floep! Aha. Dat is wel duidelijk. Nou, ah, met facecam nog meer. Is weer te. Zo. Installation. Gare mushroom. Account bar. Prepare well. Ja. I tried my best. When you try your best, but you don't succeed. Die heb ik, zeg maar. Oké. Okay. Of ik moet nog even gauw Pokémon invangen. Ik moet ergens een of andere gare paddenstoel vinden. Oké, ik ga even een strat proberen. Probeer de strat, Sandring. I'm going to probeer de strat. Je kan het. Oh, yeek. Waarom zit ik op deze gozer? Dat weet ik niet. Dat wou ik helemaal niet. Oh. Oei. Oké, dat is een Jinx. I tried so hard. I think I'm so far. In the end, it doesn't even matter, kan ik je vertellen. Oh, maar goed dat je het vertelt. Ja, dan had jij anders niet geweten. Precies, Engels. Geweten is Engels. Lijkt op het Nederlandse geweten. En daarom, dat is ook lastig, want dat is dus een dubbel woord dat ze voor twee verschillende dingen gebruiken. Net zoals dat wij bank hebben, wat voor twee verschillende dingen gebruiken, zeg maar. Got it. Nou, we hebben geweten van... geweten. Zeg maar ook gewoon het voltooid deelwoord van weten. Oké. Je kan het weer mooi vertellen. Ja, ik denk, hè, voor de mensen die niet zo goed zijn in Engels, ik moet het toch even goed duidelijk maken. Waarom zien al deze Jinx mij? Dat wil ik helemaal niet. Daar heb ik niet om gevraagd. Giant en God Island. Alpha Wurmple? Heel ziek, die wil ik. Pak de Alpha Wurmple, je kan het, Sandring. Nee! Butterfree, Beautyfly bedoel ik. Butterfree is niet eens in deze game. Ja, nu wil hij niet meer gevangen worden. Nu snap denk ik wel. Doe eens even normaal, denkt hij nu. Ja, snap ik, zou ik ook denken. Durf je daar te stelen? Ja. Ik ben verschrikkelijk woedend. Je downloadt toch ook geen auto, jongens? Ja, dat is toch niet normaal. Mensen die dat doen, zijn een beetje cray-cray. Inderdaad, hè. Sander, download nou geen auto. Oké. Ik zal mijn download stopzetten. Snel, gauw. Oké, 2 beauty flyings gekocht. 1 during daylight hours. Ik zie niet eens dat het daylight hour is. Heel cray-cray. Ik moet eigenlijk Pidoos denken. Ik denk dat die weak one zal geven. Oh, dat is van Shinxing. Die kan ook wel. In the end, it doesn't even change. Oh ja, dat is van het liedje. Ja. Yeah. Ik pak hem van achter. Een echte vriend, kom van achter, zeggen ze dan. Wat fuck. Wie zegt dat? Weet ik het. Kan ik de aflevering beëindigen, Sander? Wacht even. Oké. Ja? Bijna. Ik moet eventjes iets checken voordat we de aflevering gaan afsluiten. Dat is heel belangrijk. Oké. Hier, deze guy wil met mij praten. Hij lijkt. Dat wil ik niet. Frick.
Nu ben ik wel heel erg tijd aan het werken. Dat was niet de bedoeling. Iemand zijn woord trouwens, hè. Dat weet ik. Dat is een slimpie. Do you want to release? Ja, deze wel. Oké. Ja? Even kijken. Ja! Heel ziek. Oké, je kunt de aflevering in principe wel afsluiten. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.